Sarah Poot heeft sinds 2014 haar eigen architectenbureau opgericht, Poot Architectuur. Het bureau staat voor een tijdloze architectuur gebaseerd op heel veel ruimtegevoel. 5 jaar geleden bouwde Sarah Poot hier op dat kleine hoekperceel van nauwelijks 78 vierkante meter haar eigen woning. Ondanks de beperkte oppervlakte ziet de woning er heel riant uit. De stijl van de gevel, klassiek en toch hedendaags, het gebruik van koolstofbakstenen, het zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat de woning perfect in het straatbeeld past. De hal is breed en hoog met die 3 trapjes. En bovendien is er heel veel licht en dat komt door de connectie met de garage. En die garage op zich lijkt wel een leefruimte. Achteraan een tuintje met bamboes, hele mooie verlichting en het vloerpatroon van de hele woning loopt zelfs in die garage door. In een stadswoning moet je slim wonen. Op de eerste verdieping 3 slaapkamers en een badkamer. En dan boven, waar het meeste licht in de woning kan binnenvallen, daar is de woonruimte. Dit is een nieuwbouw en toch ziet het eruit als iets dat al langer bestond. En dat komt omdat Sarah heel bewust de juiste materialen heeft gekozen die een geschiedenis uitstralen. Vloer in terrazzo-beton met spikkeltjes, wit geschilderde bakstenen met het voegenspel, met planken bekiste betonnen plafonds. De keuken en de binnendeuren zijn uitgevoerd in ruw multiplex. Al die materialen samen die geven een warmte en die geven het gevoel dat het lijkt alsof het hier eigenlijk gaat om een ouder huis en toch is het nieuwbouw. Je verwacht het niet, maar hierboven, eigenlijk op het einde van de woning, helemaal bovenaan in de stad, is er nog een extra ruimte. Een soort van tv-hoek. En dan een dakterras dat vormgegeven is als een gesloten ruimte, als een kamer eigenlijk. En dan nog een groen dak dat het einde vormt van die majestueuze verticale woning. De architectuur van Sarah Poot is tegelijk zacht en stoer. Zij creëert zelfs in een hele kleine woning een heel groot ruimtegevoel. En daarom dacht ik dat jullie Sarah Poot als architecte zeker moesten kennen.